Ja, dat wordt uiteindelijk via een mooie hoogwerker uitgevouwen, omhoog getild, de toren die bij Utrecht hoort. De gelegenheid van het in gebruik nemen van het staangedeelte op de Bunnikssite, de mooie beschilderde versie van een gedeelte van de stad van Utrecht, geeft intussen de gelegenheid aan de teams om het veld op te komen onder leiding van Jochem Kamphuis. U zag Maher door uw beeld, speler van de maand oktober. Dit is de opstelling met Paas, Van der Marel, Hoogma, Jansen, Kleiber, Maher, Ramselaar, Van Overeem, Gustafsson, Kerk en Van der Sleek. Rust kregen Van der Marel, Kerk, Jansen en Ramselaar in de bekerwedstrijd. Dat was een hoofdrol vorig seizoen voor Kerk, toen Utrecht hier met 2-1 wist te winnen. En dan de opstelling van Fortuna. Met 5 man achterop, wat wil zeggen dat Paslak wel geacht wordt. En dat zal ook ongetwijfeld naar die hele rechterkant bestrijken, soms ook wel eens links uitkomt. Cox, Anga, Harris en Ninai, dat zijn de verdedigers. Sies, Smeets, Tekki, dan Tiemers en Sambu. Fortuna en uitwedstrijden, dat is geen gelukkig huwelijk. Dit kalenderjaar 13 van de 14 uitwedstrijden in 2019 verloren. Ik werd er dan ook niet een keer gewonnen? Nee, 1 keer gelijk. Kerk. Mooi teruggekregen van Kleiber. Kan Kerk wat makkelijk. Dat is wel makkelijk. De vraag stellen is hem door Kerk al meteen laten beantwoorden. Kan hij dat af? Ja, natuurlijk. Want daar is ruimte en Kerk ziet het. Gaat door met scoren tegen Fortuna. Dat is een hele vroege, fijne, forse opsteker. Girano Kerk met zijn 5e van het seizoen. En Kleiber met zijn 1e officiële assist. Zo, lekker slordig van de Harris van de streek. Even wachten totdat er mensen komen. Dat geeft hem wel de gelegenheid, Harris dan, om het weer te corrigeren. Maher, die was kwijt. Wel laag en hard gegeven. Zelfde situatie. Dat is weer een goed balletje van Kleiber die daar de gelegenheid toe krijgt. En dan is dit geen buitenspel, is het 2-0. Er gaat naar gekeken worden, ongetwijfeld. Maar Utrecht staat in de 14e minuut voorlopig dan toch met 2-0 voor. En weer Kleiber die zich daar natuurlijk mee bemoeit. Maar hier dat mooie paasje. En geen buitenspel, al was het maar omdat Cox dat opheft. En weer lijkt het helemaal niks te worden voor Fortuna in een uitwedstrijd. En dan is dit een keurig balletje ertussendoor. Gustafsson. Van der Marel. Ramselaar. En kijk eens hoeveel ruimte Kleiber weer heeft. Nu nou maar zelf proberen. Ja, waarom niet? Misschien een andere zender op. Baer. Via Harris. Weer een hoekschop voor Utrecht. Baer. Kosten heeft iemand blijft staan, dan wordt het geduwd. Penalty. Ja, de omhelzing is daar compleet, zegt Kamphuis. Niet alleen duwen, maar ook nog vastpakken. Duidelijker aangeven kun je dat niet. En dan Sies, die daar van de streek met een schouderworp ook nog tegen de grond probeert te krijgen. Amadou Sies geeft Utrecht de gelegenheid om via Gustafsson makkelijk op 3-0 te komen. Ja, dat doet hij, want die mist die penalties nooit. 3-0. Net na een half uur gespeeld. Kijk dat nog maar eens terug. Tunisisch.
En Gustafsson, die altijd de rust bewaart. En Harry is eraf uit zijn voetballijden verlost. Maar hij is niet de enige die aan het klungelen is. Maar hij is wel de enige die er nu al mee mag stoppen. Hij is vervangen door de even oude Clint Essers. En hij denkt er het zijn ervan. Jansen strak naar Kerk. Kerk voorbij, wilde ik zeggen, aan Anga, Martin Anga, maar zover kwam het dan niet. De Zwitsers weet daar nog het been voor te zetten. En nu een aardige kopkans voor Hoogman. Doet ze naam meer aan hier. Kleiber. Altijd maar Kleiber. Kerk. Kostelev en weer Kleiber. Die hem zo verkeerd raakt dat hij nog binnen blijft. En dan Maher. Hij was al gefloten voor een overtreding. Ik denk van Kleiber. Staat allemaal wel wat beter zoals het zo mooi heet bij Fortuna. Het mag wat meer de bal hebben van Utrecht. Het is nog niet gevaarlijk geweest. Maar het heeft ook niet echt grote kansen moeten toestaan. Een soort van eigenlijk behoorlijk saai status quo. Dat hier opgegeven wordt. Als er geprofiteerd wordt. Ja, zeker. 4-0. Gustafsson houdt het overzicht. En dan mag van de streek het afronden. Is het 4-0. Wat een fout van Anga die de bal daar zomaar inlevert. Hier niks aan de hand. En dan kop je hem zo in de voeten van Gustafsson. En die wacht geduldig op de altijd wel komende van de streek. Aan de andere kant doet Kerk dat ook altijd hier. Hoe dom kun je uitverdedigen? Van de streek verdubbelt vandaag zijn doelpunten totaal. Mooi hard strak gegeven. Nou, Ramselaar. En dan moet het alsnog in strafschop zich Kamphuis. Want die staat daar op 2-3 meter. En kan dat dus aardig beoordelen. Tweede strafschop voor Utrecht aanstaande. Nina denkt, ik protesteer ook maar niet meer. Ramselaar met het aardige paasje uiteindelijk. En dan Nina, ja, is een loop van de Slowaak. Gustafsson. Weer geduldig gewacht op doelman Kostelev, die inmiddels dan dus nu ook al in dubbel opzicht negatief recordhouder is. Hij heeft er nu 82 tegen. Ja, dat is niet om vrolijk van te worden. 5-0. En Utrecht hoeft er geen enkele moeite voor te doen. Kostelev heeft dat negatieve record inmiddels dus in handen. En daar gaat nog meer bij komen voordat het jaar 2019 voorbij is geweest. Met grote vrees. Dat is zo weer slordig. En daar wordt dan nu niet van geprofiteerd door Van der Streek. Die speelt voor Essers. Gaat dat de eerste serieuze doelpoging van Fortuna worden? Dat zou Sista moeten doen. Kan nog. Maar hij speelt er terug op teken. Die kan wel schieten. En dat doet hij goed. En de redding van Paas mag er ook zijn. In de 74e minuut moet de doelman van Utrecht voor de eerste keer echt in actie komen. Diemers. Paas blijft staan. Eén vuistje. Dat is niet veel. En dan overgeschoten door Smeets. Rijkelijk laat komt Fortuna een klein beetje in de buurt bij Paas. Heel klein beetje. En dan het applaus natuurlijk voor Van der Streek, want die scoorde en scoorde. Hij was bij twee penalties betrokken, dus ongelooflijk belangrijk. Dus zijn applaus
zeker. Maar ook voor de man die terugkomt op het eigen met een grote brede glimlach. Baybek. Nog een keer Baybek. Legt hem lekker terug voor Ramselaar. Baybek, weer Ramselaar. Dat zijn toch aardige combinaties. Kleiber. Na drie schijnbewegingen de bal voorgegeven. En dat is toch weer een mooie invalbeurt. Dat is toch mooi. Makinok, wat een gemiddelde heeft hij. Ja, weer dat gezicht waar zoveel verhalen op geschreven staan. Een verhaal van 2 jaar leed. En niet alleen leed voor zichzelf, maar ook in privéomstandigheden. En dan is hij terug. Dan kwam hij midweeks terug. Met het doelpunt tegen de amateurs. En hier, binnen een paar minuten, rost hij er weer een binnen. Een spits, blijft een spits. Ook na 2 jaar stilstand. Ja. Compliment aan FC Utrecht dat het geconcentreerd, zoals bij Vlaag ook wel erg leuk, vlot en snel combinerend heeft afgemaakt. Daverend applaus hier daalt neer voor de mannen van de Bron. Er zijn vele verhalen over deze wedstrijd te vertellen. Vele vrolijke verhalen voor Utrecht. Bij Fortuna Sittard alleen maar hele slechte geschiedenissen ophaalt over deze wedstrijd.